75 jaar geleden gebeurde het nog overal. Het roken van vlees. Vooral op de boerderij na een huisslachting van zelfgeschoten wild. Jagers waren het toen. Voor de 75-jarige Jan Dijkstra, boerenzoon uit het Friese Oudega-Smallingerland, is die tijd nooit weg geweest. Wat mij betreft kunnen we wel beginnen. Ja? Ja. En wat schaft de pot, meneer Dijkstra? Nou, ik heb nog twee ganzenborsten. Die gaan we even roken. Het hele proces van roken duurt ongeveer een half uur. Roken is een manier van conserveren, hè? Zouten, roken. Dus gewoon dus de duurzaamheid verlengen. Want je had toen nog niet zo'n koelkast die hier nu staat, hè? We hadden toen kelders. Ja, ja. Maar het heeft van tevoren al in een marinade gezeten, hè? Oh ja? Al twee dagen. Dan ga ik het bedekken met een beetje olijfolie. Maar aan één zijde, alleen de bovenzijde. Kijk, en nu gaan we de rookton aanzetten. Ik heb hem gevuld. Al met houtsnippers. En die ga ik verhitten. Ja. En dat gaat roken. Ah, ja. En dit is dan als het ware een vetbak daarboven. Dat het eventueel, wanneer die borsten die komen hierin te liggen, dat het niet in het vuur lekt. Want wat gebeurt er dan? Nou, dan gaat het vuur minder goed branden. Oh ja. Het is eigenlijk net als met de barbecue. Ja. En dit is uw keuken? Dit is mijn keuken. In 2001 hebben we het huis verbouwd. En nou, ik had niet zoveel wensen, alleen een klein keukentje voor mezelf. Ik ben hier echt content mee. Ja, heerlijk. Ik zet hem even zacht, want hij moet zo zacht mogelijk. Ja, zo. Maar dat gaat mooi zo, hè? U slacht zelf, hè? Ja. Deed u het vroeger thuis ook? We hadden dus een boerderij. Ja. En er werd ook gejaagd. En dan kregen we als beloning kregen we een eend. En dan mocht ik die eend slachten, die plukken. En dan hadden we spiritus in een schoendoosje. En dan zat er dons nog op die eend. Op een zomeravond. Daar zie ik mezelf nog zitten. Heerlijk was dat. Ja. En dat kan ik me nog heel goed herinneren. Was ik nog maar zo'n klein jongetje. Maar dan stond u daar als klein jongetje dan met een dood dier te plukken en ja, te doen? Ja. En hoe vond u dat? Nou, dat vond ik heel normaal. Ja? Ja. Maar dat was ook normaal. Ik denk dat wij wel klaar zijn met roken. Ja? Ja. We gaan eens kijken. Tevreden? Heel goed. Ja? Ja. De kleur is heel mooi. En we gaan nu even garen in de oven. En dan hopen we dat de smaak ook goed is. Nou, kijk eens. Zo mooi. Geur is goed. Lekker. Hebt u nog een advies? Zoek een plaatselijk iemand op. Die ze kan roken, deze borsten. En dan zit je goed.